Ondernemers van de Denneweg luiden de noodklok over de groeiende leegstand in hun straat. Van ongeveer 80 winkelpanden staan er 12 leeg. De economische crisis speelt een rol, maar ook de slechte bereikbaarheid door het verkeerscirculatieplan zou een probleem zijn. De gemeente zegt binnenkort met de winkeliers om de tafel te gaan zitten. Aan het Pasteurplein is donderdagmiddag een vrouw van het balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de vrouw gevallen is of geduwd. Het 22-jarige slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze ligt nog op de intensive care. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Aan de Prinsenstraat is donderdagavond Barbie's Bar geopend. Realityster Samantha de Jong en haar man Michael hebben de bar overgenomen van Michaels broer. Het interieur van Barbie's Bar is roze met hoogglanswit. Midden in de zaak staat een paal waar bezoekers zich kunnen uitleven op het gebied van paaldansen.